Eind mei 1940 aanvaarde de man die Nederland namens Hitler moest besturen in Den Haag zijn nieuwe functie. Reichskommissar Seyss Inquart. En het is voor ons, voor jeden heute lebenden Deutschen, das höchste Glück, Vollstrecker des Willens des Führers und der Mitte der Geschichte zu sein. Sieg! Sieg! Dat ons leger op 14 mei had moeten capituleren, was voor de meeste mensen een vreselijke slag. Maar de oorlog ging niet alleen tegen ons. En je kon toen nog hopen, het zal gaan als in de Eerste Wereldoorlog. Die Duitsers worden gestuit. Vooral het Franse leger had een grote naam in ons land. En dus zette je elke dag de radio aan en las je de krant met eigenlijk maar één vraag. Komen ze verder? Of worden ze tegengehouden? Op 16 mei, twee dagen na onze capitulatie, begonnen de Duitse troepen ongeveer bij de Frans-Belgische grens aan hun overtocht over de Maas. De Duitse genie zorgde onmiddellijk voor verbindingen die ook konden worden gebruikt door tanks. Het Franse leger had niet zoveel minder tanks dan het Duitse. Maar de Franse legerleiding gebruikte die tanks versnipperd. Hitler paste een nieuwe tactiek toe. Offensieve actie met een geconcentreerde tankmacht. En die Duitse tankmacht die over de Maas was gekomen, ondervond maar weinig weerstand. En stond nog geen week later aan het kanaal. Dat betekende dat twee Franse legers en het Engelse expeditieleger, die op de 10e mei België waren binnengerukt, waren omsingeld en van hun toevoer afgesneden. Toen eenmaal ook het Belgische leger had gecapituleerd, restte die Fransen en Engelsen niets anders dan om uit Duinkerken te ontkomen. Uit Engeland staken honderden boten, grote en kleine, de Noordzee over. Naast 150.000 Franse militairen, die van Engeland uit weer naar Frankrijk terugvoeren, wisten meer dan 200.000 Engelsen aan krijgsgevangenschap te ontkomen. Ze hadden vrijwel al hun wapens moeten achterlaten. En ze waren beschikbaar voor nieuwe acties. Duits offensief, nu naar het zuiden. De Franse troepen raakten volledig gedemoraliseerd. In het hele land ontstond een sfeer van paniek. Miljoenen Franse burgers herinnerden zich hoe ze in de Eerste Wereldoorlog hadden geleden. Zij en allen die van Nazi-Duitsland alleen maar onheil hadden te verwachten, sloegen op de vlucht. De meesten gebruikmakend van primitieve vehikels of zelfs lopend. De Duitsers wakkerden de paniek aan door met toestellen die met gierende sirenes omlaag doken aanvallen uit te voeren op die stoete vluchtelingen. Dat alles versterkte de desorganisatie aan de Franse kant.
En die desorganisatie maakte het de Duitsers mogelijk zo snel zuidwaarts op te rukken als hun tanks maar konden rijden. De Franse regering viel uiteen. Een 80-jarige grijsaard, maarschalk Pétain, die Frankrijks nederlaag beschouwde als een straf voor Frankrijks zonde, vormde een nieuw bewind. En in Compiègne capituleerde Frankrijk. In dezelfde als museumstuk opgestelde treinwagon, waarin meer dan 20 jaar eerder, in november 1918, Duitsland de wapenstilstandsovereenkomst had aanvaard. Frankrijk capituleerde. En de Duitsers bezegelden hun overwinning met een grote parade in Parijs. Frankrijk stond vlak voor zijn verpletterende nederlaag toen Seyss-Inquart in Den Haag zijn eerste toespraak hield. Lang en vol vage toezeggingen, duidelijk eigenlijk alleen aan het slot, waarin hij zichzelf noemde de uitvoerder van de wil van de Führer en daarmee van de geschiedenis. Want het is voor ons, voor jeden heute lebenden Deutschen, das höchste Glück. Vollstrekker des Willens des Führers und damit der Geschichte zu sein. Nou, die geschiedenis is anders verlopen dan die Reichskommissar in 1940 dacht. Maar wat had de Führer eigenlijk met Nederland voor? In Frankrijk waren een paar miljoen Franse militairen krijgsgevangen gemaakt. Al die Franse krijgsgevangenen werden naar kampen in Duitsland overgebracht en zouden daar, voor zover ze niet ontsnapte, de hele oorlog door krijgsgevangen blijven en dwangarbeid moeten verrichten. Maar de ongeveer 20.000 Nederlandse militairen die als krijgsgevangenen naar Duitsland waren gevoerd, werden door Hitler vrijgelaten en konden met de overige Nederlandse militairen, die formeel eveneens krijgsgevangen waren, gedemobiliseerd worden. Die vrijlating nu onderstreepte dat Hitler de Nederlanders in 1940 niet al te bruut wilde aanpakken. Dit ook daarom, omdat hij toen vertrouwde via ons land greep te krijgen op Nederlands-Indië. Maar twee dingen stonden bij hem voorop. En die twee vormden ook de dubbele opdracht die hij aan Seyss-Inquart had gegeven. Ten eerste, er zorg voor te dragen dat dat bezette land een maximale bijdrage zou leveren aan de Duitse oorlogsinspanning. En ten tweede, dat het Nederlandse volk, dat gezien werd als een zogenaamd Germaans volk, zou worden gemanipuleerd in de richting van het nationaal-socialisme. Seyss-Inquart, een Weense advocaat, had een belangrijke rol gespeeld bij de Anschluss van Oostenrijk en bij de omvorming van dat land tot een deel van Duitsland. Het was dus geen toeval dat Hitler hem uitkoos. Hij moest in Nederland proberen wat hem in Oostenrijk was gelukt. En hij was daar ook geknipt voor. Hij was een overtuigd nationaal-socialist. Hij had een onbeperkt vertrouwen in Hitler. Sluw was hij ook. En die dubbele opdracht lag hem goed. Die opdracht nu hield een dubbele druk in op het Nederlandse bestuursapparaat. Dat wil zeggen op de gemeentelijke en de provinciale besturen en natuurlijk in de eerste plaats op de Haagse departementen. De ministers waren naar Londen gegaan. Hoofden van die departementen waren nu de secretarissen-generaal. In normale omstandigheden zijn secretarissen-generaal hoofdambtenaren. Zij doen wat de ministers willen en bij die ministers ligt de verantwoordelijkheid. Nu kwam die verantwoordelijkheid bij hen te liggen. Hun taak werd het om leiding te geven aan het hele overheidsapparaat en dat doende Nederland en de Nederlanders zoveel mogelijk te beschermen. Dat was ook de formele opdracht die ze van de regering hadden gekregen. Ze hadden, na ruggespraak met generaal Winkelman, de uitnodiging aanvaard om aanwezig te zijn bij Seyss-Inquarts installatie in de Ridderzaal. Generaal Christiansen, de Weermachtsbevelhaber, we zouden kunnen zeggen de commandant van het Duitse garnizoen, bracht er de Hitlergroet. De secretarissen-generaal hadden geen behoefte om dat voorbeeld te volgen. Voorzitter van hun college was, meer dan een jaar lang,
de secretaris-generaal van Buitenlandse Zaken, Snoek Hurgronje. Belangrijkste figuur en ook man met de zwaarste verantwoordelijkheid, dokter Hirschfeld, secretaris-generaal van de toen bestaande twee departementen op economisch gebied. Dat college nu van secretaris en generaal kwam prompt voor gewetensvragen te staan. De bezetter, die sterk stond omdat door de Engelse blokkade de Nederlandse industrie vrijwel volledig afhankelijk was geworden van Duitse grondstofleveranties, eiste dat de productie zou worden hervat. Productie ook van wapens voor de Weermacht. Die konden vervaardigd worden onder meer in de artillerie-inrichtingen bij het Noordzeekanaal. Verlof daartoe moest worden gegeven door de secretaris-generaal van Defensie, Ringeling. Hij weigerde. Ik was voor de Eerste Wereldoorlog jarenlang werkzaam geweest bij de artillerie-inrichtingen. En ik wist zeer goed dat alles wat men daar maakte, dat van nut was voor de oorlogvoering van de bezetter. Bovendien waren er vermoedelijk aan de artillerie-inrichting nog, althans zeker de ouderen, die het toch verbazend onbegrijpelijk hadden gevonden dat ik die order had gegeven dat zij munitie en geweren moesten maken voor de bezetter. Notabene in een tijd dat Parijs nog niet was gevallen, dat de oorlog nog volstrekt niet was verloren en dat de bondgenoten en onze eigen troepen nog vochten tegen de vijand. Daarom heb ik mijn collega's gezegd, dat doe ik niet. Ik geef een dergelijke order nimmer. Ringeling werd onmiddellijk door de bezetter ontslagen. Hij was een van de zeer weinigen die in de zomer van 40 nee zeiden. Veruit de meeste ondernemers, onder druk gezet door de Duitsers, die dreigden dat ze, als dat nodig was, alle bedrijven zouden overnemen, besloten met Duitse grondstoffen de productie voort te zetten. Ook als die productie in het directe belang was van de Duitse oorlogvoering. Onder de employés en arbeiders waren er maar enkelingen die het daar openlijk niet mee eens waren. Toen de directeur van de artillerie-inrichtingen zei dat hij zou heen gaan als zijn bedrijf wapens voor de Duitsers moest maken, zeiden slechts twee van zijn 7000 werkkrachten dat ze hetzelfde zouden doen. Er was nog een grote werkloosheid. Je kon niet zomaar ergens werk vinden als je ontslag nam. Die aanpassing nu van het bedrijfsleven aan de Duitse eisen werd ook door Hirschfeld, in tegenstelling tot Ringeling, als onvermijdelijk gezien. We komen op deze hele problematiek nog in een later programma terug. Wat we nu willen onderstrepen is dat Hirschfelds beleid, en trouwens ook dat van de overige secretarissen-generaal, niet kan worden losgemaakt van hun overtuiging. Hirschfeld ging er pas anders over denken toen Amerika in de oorlog kwam, dat Duitsland niet meer kon worden verslagen. Anders gezegd, Nederland moest zich aanpassen en trachtte binnen die aanpassing zoveel mogelijk van het eigen erfgoed te redden. In die zin gingen er instructies uit naar de provinciale en de gemeentelijke besturen. En die leidde er bijvoorbeeld toe dat zij eens inkwart in Amsterdam even hoffelijk werd begroet door burgemeester De Vlucht als in Rotterdam door burgemeester Oud. Geholpen door Nederlands afhankelijkheid van Duitsland had zij eens inkwart dus succes met de economische opdracht die hij van Hitler had gekregen. Met zijn politieke, dat manipuleren in de richting van het nationaal socialisme, ging het veel moeilijker. Hij stuurde het parlement naar huis en bereikte dat de radio en de pers, die laatste volgestopt met Duitse berichten, zich onthielden van anti-Duitse uitlatingen en dus niet meer een vrije radio en een vrije pers waren. Maar dat betekende niet een aanvaarding van het nationaal socialisme. Kon dan misschien ingenieur Anton Mussert, de leider van de nationaal socialistische beweging in ons land, de NSB, die had in 1937 bij de laatste algemene verkiezingen 4% van de stemmen gekregen, kon Mussert zijn aanhang belangrijk uitbreiden? In juni kreeg die NSB verlof om in Lunteren op de Veluwe een grote betoging te houden op haar zogenaamde Hagespraakterrein. Mussert sprak er zijn volgelingen toe. Nu kom ik hier aan Lunteren tot u. Met vragen waarop gij zelf zult hebben antwoorden. En de eerste vraag is aan u. Acht gij u in oorlog met Duitsland, ja of nee? Voor tweede vraag. Acht gij u bondgenoot van Engeland, ja of nee? Mooi. Zes weken eerder had de Luftwaffe het centrum van Rotterdam verwoest. Maar in Lunteren maakte Mussert bekend dat hij de grote klok van het Hagespraakterrein aan Göring, de schepper van die Luftwaffe, ter geschenke gaf.
Een Duits vliegtuig kwam er laag over. Dit waren, zo voelden veruit de meeste Nederlanders het, landverraaiers. Mussert vond die bijeenkomst in Lunteren zo belangrijk dat foto's ervan met een speciaal vliegtuig naar Hitler werden gezonden. Maar Seyss-Inquart was niet onder de indruk. Hij had er geen enkel vertrouwen in dat Mussert ooit een grote aanhang zou verwerven. Zou dat misschien een tweede nationaalsocialist beter lukken? Seyss-Inquart dacht aan meester M.M. Rost van Tonningen, voor de bezetting fractieleider van de NSB in de Tweede Kamer. En een man wiens gehele denken ging in de richting van de SS. Toen Himmler, de Reichsführer SS, eind mei in Den Haag was, legde Seyss-Inquart, die in de SS de ererang van generaal had, een bedenkbeeld voor deze Rost naar voren te schuiven. Akkoord, zei Himmler, akkoord, zei Hitler, en Rost kreeg zijn kans. Hij trachtte min of meer als nieuwe leider aanvaard te worden door de socialistische beweging, die in die tijd vier hoofdcomponenten had. De SDAP, de Sociaal-Democratische Arbeiderspartij, nu de Partij van de Arbeid. Het NVV, het Nederlands Verbond van Vakverenigingen, dat al een tijdje geleden is opgegaan in de FNV. De Arbeiderspers, uitgever van tal van socialistische dagbladen. En de VARA. De NVV-besturen werden overrompeld en schikten zich. Hetzelfde deed het bestuur van de VARA. Bij de Arbeiderspers benoemde Rost eigen volgelingen tot directeur en hoofdredacteur. De redacteuren kwamen, ontsteld en in verwarring, in Amsterdam in vergadering bijeen. Een van hen, Bertus Schaper, later hoogleraar aan de Leidse Universiteit, betoogde daar dat men trouw moest blijven aan zijn beginselen. Simon Carmichelt luisterde naar wat hij zei. En ik geloof dat die speech er veel toe heeft bijgedragen dat de volgende dag een groep redacteuren ontslag zijn gaan nemen. Dat ontslag nemen, dat leek een beetje link, want je moest dat gaan doen bij die nationaalsocialist die dus op de stoel van de directeur was gaan zitten. Maar dat viel erg mee, die man behandelde dat heel zakelijk. Hij was ons, geloof ik, trouwens liever kwijt dan rijk. Hij vroeg alleen, kunt u gemist worden? Nou, ik had gelukkig een beelden van redenen bij de hand. Toen zei hij, nou gaat u dan maar, veel succes, dat zei hij ook nog. Simon Carmichelt werd later een van de medewerkers van het illegale Parool. Ten einde greep te krijgen op de SDAP voerde Rost een gesprek met haar voorzitter, Koos Vorink. En daarbij was het hoofd van het toenmalige bureau van de partij aanwezig. Ik ben bereid, zo zei Vorink, om de partij te laten voortbestaan. Ik ben zelfs bereid om voorzitter van die partij te blijven. Als u, meneer Rost van Tonningen, kunt bewerkstelligen dat morgen in Nederland de vrijheid van vereniging en vergadering, de vrijheid van drukpers en de vrijheid van geweten worden hersteld. Het antwoord van de heer Rost van Tonningen was een schouder ophalen. Waarop Vorink constateerde dat er dus onder die omstandigheden voor een democratische en voor een socialistische politieke partij in het huidige Nederland geen bestaansmogelijkheid meer bestaat. Getypte versies van dit gesprek gingen in socialistische kring van hand tot hand. Eén dag nu na dit gesprek, op 24 juli, verscheen met verlof van de bezetter een manifest van een nieuwe beweging, de Nederlandse Unie, die bepleitte erkenning van de gewijzigde verhoudingen, nationale samenwerking, harmonische economische opbouw, sociale rechtvaardigheid, bezieling van de jeugd. Dat, zo staat er, willen wij verwezenlijken op Nederlandse wijze, eerbiedigend de traditionele geestelijke vrijheid en verdraagzaamheid. Wij willen ons werk verrichten in contact met de Nederlandse en de bezettingsautoriteiten. Die Nederlandse autoriteiten waren in de eerste plaats de secretarissen-generaal, die de oprichting van de Nederlandse Unie van harte toejuichten. Die organisatie lag immers precies in de lijn van hun beleid. En Seyss-Inquart koesterde de hoop dat hij die Unie geleidelijk naar de nationaal-socialistische kant kon schuiven. Aan haar oprichting was veel vooraf gegaan. Op initiatief van Drees, voordien fractieleider van de SDAP in de Tweede Kamer, waren vertegenwoordigers van de zes grote democratische partijen begin juli gaan overleggen over een gemeenschappelijke oproep tot alle Nederlanders, een manifest. Daarin werd vooropgesteld dat voor de toekomst het streven gericht moest blijven op herstel van de onafhankelijkheid van ons land
en dan als constitutionele monarchie onder het Huis van Oranje. Wie dat voorop stelde, erkende die gewijzigde verhoudingen dus niet. Inmiddels was er contact tot stand gekomen, ook met vertegenwoordigers van de Nederlandse gemeenschap. Een organisatie die vroeger al meer eenheid onder het Nederlandse volk had willen bevorderen. Eerst vertegenwoordigd door Homan, Lindhorst Homan, De Kwaai en Reinink. Later in plaats van Reinink, Eindhoven. We kwamen, zei met enige moeite, omdat we toch wel verschillend uitgangspunt hadden, tot overeenstemming over de vorming van de Nederlandse Unie en de formulering van een manifest, iets gewijzigd, maar met die belangrijkste zinsnede ook daarin. Die zinsnede over het herstel van de constitutionele monarchie onder Oranje. En we hoopten zo in zee te gaan. Maar de vertegenwoordigers van de gemeenschap hadden al contact gehad met de Duitsers. Contact namelijk met de politieke adviseur van Reichskommissar Seyss-Inquart, generaalcommissaris Schmidt. En meenden, in tegenstelling met onze opvatting, dat zij het manifest vooraf in concept aan de Duitsers moesten voorleggen. Die hebben toen bezwaar gemaakt, onder andere in bijzonder tegen die zinsnede over het herstel van onafhankelijkheid als constitutionele monarchie onder Oranje. En daarover zijn verwikkelingen ontstaan. Het had al gestaan in het manifest dat dan in een paar honderd exemplaren was rondgezonden. Wij meenden dat het een volstrekt verkeerde indruk zou maken als wij hierbij voor de Duitsers weken. Na allerlei overleg verder is erop uitgelopen dat het driemanschap buiten de partijen om de Nederlandse Unie heeft opgericht. Het driemanschap meende dat zich in heel Europa een soort autoritaire omwenteling voordeed. In Italië was die fascistisch geworden, in Duitsland nationaal-socialistisch. En daarvoor moest men nu in ons land een Nederlandse vorm vinden. Uitgangspunt daarbij was dat Duitsland eigenlijk de oorlog al had gewonnen. Anders gezegd, Nederland moest zich aanpassen. Maar nu sprak het vanzelf dat het driemanschap al door te starten zonder van onafhankelijkheid onder Oranje te gewagen aanleiding gaf tot scherpe kritiek. Zo bijvoorbeeld bij de Utrechtse hoogleraar in de vaderlandse geschiedenis, professor Geil. Wat mij betreft, van het eerste ogenblik af hebben de handelingen en uitingen van het driemanschap mij tegen de borst gestuurd. Zeker de gedachte dat Duitsland met de capitulatie van Frankrijk de oorlog gewonnen had, lag voor de hand. Maar er waren toch heel wat Nederlanders van alle leeftijden, van alle maatschappelijke posities, van alle levensbeschouwelijke overtuigingen die eenvoudig weigerden deze eerste uitslag als finaal te aanvaarden. Engeland stond nog overeind. Daar zaten de koningin en onze regering. In feite trouwens ging het erom niet of de Duitsers gewonnen hadden, maar om te begrijpen dat het nationaal-socialistisch regime er een was van een duivelse consequentheid en dat iedere aanpassing, een woord dat toen opgeld deed, iedere schikking ermee neerkwam op verzaking van onze Nederlandse cultuurbeginselen. Maar hoor nu dat drietal op de eerste openbare vergadering van de Unie, 6 augustus. Alle drie spraken met afkeuring en geringschatting over ons eigen onmiddellijk verleden. En speciaal over onze politici. Onder het toehoren van de bezetter, bedenk dat wel. De omstandigheden, zei Lindhorst Homan, waren nu geschapen voor een betere periode. Ter navolging hield hij ons voor hen die in Italië en Duitsland door eigen kracht en voorbeeld en met grote gaven hun volk en land vooruitbrengen. Mij had het verslag van die vergadering op 6 augustus razend gemaakt. En vervolgens deed de lectuur van het blaadje De Unie dat iedere keer weer. Maar de honderdduizenden die de organisatie binnenstroomden letten op zulke betuigingen nauwelijks. Voor hen was De Unie het gezegende alternatief voor de NSB. Die menigte van goede vaderlanders vormde op den duur een gunstige invloed op het beleid aan de top. Natuurlijk waren ook de leiders geen landverraders en na reeds allerlei strubbelingen met de bezetter, maar ook na handelingen tot het laatst toe die niet door de beugel konden, ten aanzien van de Joden bijvoorbeeld,
Zij mochten van de lente van 1941 af niet werkend lid van de Unie zijn. Kwam het driemanschap in de zomer van 1941, oorlog met Rusland, tot het inzicht dat er niets anders op zat dan zich te laten verbieden. Gelukkig, maar het was wel laat. Die mannen die zich verbeeld hadden leiding te moeten geven, hadden op een kritiek moment dat uiterst gevaarlijke spel gespeeld van meedoen en compromissen najagen met het aan geen concessies ooit denkende regime. Welmenende lieden, zeker wel, maar hun naïviteit, het vriendelijkste woord dat ik bedenken kan, was verbluffend. En zij hebben geen verheffende bladzijde in het boek van onze vaderlandse geschiedenis geschreven. In 1960, toen professor Geil dit zei, was de Kwaai minister-president. Toen heeft dokter Roede Jong hem gevraagd om op dit betoog van Geil zelf te antwoorden. De Kwaai meende er beter aan te doen dat na te laten. Als we nu iets verder op dat driemanschap ingaan, dan moeten we opmerken dat ze het op nog een ander belangrijk punt eens waren. Ze vonden dat we voor de bezetting in Nederland veel te verdeeld waren geweest. Ze waren tegenstanders van wat men later de verzuiling is gaan noemen. Overigens waren er tussen die drie verschillen. Meester J. Lindhorst Hooman, commissaris van de Koningin in Groningen, ging het verst met de Duitsers mee. Hij hield ten tijde van de oprichting van de Unie een Duitse overwinning niet alleen voor onvermijdelijk, maar zei binnenskamer zelfs dat hij hoopte dat Engeland niet zou winnen. Achter de rug van de Kwaai en Eindhoven om heeft hij eind 40 zelfs contact gezocht met Mussert. Professor de Kwaai, voor de bezetting hoogleraar in Tilburg, wees dat af. Maar hij was, in katholieke kringen, een van de vele aanhangers van nogal antiparlementaire denkbeelden. En daaraan moet worden toegevoegd dat de antiparlementaire stromingen in ons land in de jaren 30 sterker waren geweest dan men uit de verkiezingsuitslagen zou kunnen afleiden. Meester L. Eindhoven, hoofdcommissaris van politie in Rotterdam, landelijk bekend geworden als leider van het ontspanningswerk voor gemobiliseerden in de neutraliteitsperiode, was van de drie emotioneel het sterkst anti-Duits en dus degene die zich het vaakst afvroeg of hij wel op de goede weg was. Binnen dat driemanschap is het gekomen tot grote spanningen. Die hebben Eindhoven zo aangepakt dat hij begin 1941 rust moest nemen. In mei en juni van dat jaar wilden de Kwaai en hij zich van Hooman ontdoen, die steeds verder de Duitse kant opschoof. Die breuk ging niet door, doordat het driemanschap, professor Geil zei het al, eendrachtig weigerde steun te verlenen aan de Duitse invasie van de Sovjet-Unie. Dat ging ook Hooman te ver. Vervolgens is de Unie in december 1941 verboden door Seyss-Inquart en deze heeft in 1942 en Hooman en de Kwaai en Eindhoven als gijzelaars laten opsluiten. Ook moet gezegd worden dat talrijke aanhangers van de Nederlandse Unie zijn gaan deelnemen aan de illegaliteit. Een van onze belangrijkste illegale bladen is hun werk geweest. Wat nu die aanhangers betreft, tikte professor Geil de spijker op zijn kop toen hij zei dat voor hen de Unie was het gezegende alternatief voor de NSB. Men zag in die tijd NSB'ers door onze straten marcheren. En men wist, dat doen ze met steun van de Duitsers. Veel mensen waren bang dat die Duitsers Mussert een regering zouden laten vormen. En vroeg je dan, wie doet daar nou iets tegen in het publiek? Dan was het antwoord, de Unie. Vandaar die enorme belangstelling voor haar openbare vergaderingen. Vandaar dat leden van tal van partijen, ook socialisten, vrijzinnig democraten, liberalen en confessionelen, zich als leden van de Unie lieten registreren. De Rooms-Katholieke Staatspartij ging er zelfs min of meer in op. De Unie telde na enkele maanden niet minder dan 800.000 leden. De meeste van die leden lazen niet eens wat er in het weekblad de Unie stond. En als ze daar pro-Duitse uitlatingen in aantroffen, dan dachten ze, dat is camouflage. Ze namen er geen aanstoot aan dat in propagandakiosken van de Unie, als hier op de Scheveningse boulevard, ook Duitse propagandabladen te koop waren. Voor hen was van belang dat de Unie duidelijk naar buiten trad en dat doende de ergernis opwekte van de NSB. De politie moest een oog in het zeil houden wanneer op drukke punten leden van de NSB
en leden van de Unie hun bladen trachten te verkopen. Honderden malen heeft dat geleid tot gevechten die in de regel uitgingen van de NSB'ers. Die konden zich voor de propagandawinkels die de Unie had mogen inrichten provocerend opstellen. Menigmaal werden dergelijke winkels vernield. En was een kantoor van de Unie overvallen en geplunderd, dan lieten de plunderaars zich graag met hun buit fotograferen. Door het driemanschap opgezet om een soort aanpassing aan Nazi-Duitsland te vinden met behoud van onze geestelijke vrijheid en verdraagzaamheid, en dat kon natuurlijk niet, is de Unie iets heel anders geworden, namelijk een strijdorganisatie tegen de NSB. En wat zich daarin, en natuurlijk niet in de toespraken van het driemanschap, als die waaruit professor Geil citeerde, wat zich daarin in de eerste plaats uitte, was het gekwetste nationale gevoel. De ergernis, de dagelijkse ergernis dat Nederland bezet Nederland was geworden. Bezet door de Weermacht. Welke aanwezigheid dan misschien op het platteland niet zo duidelijk zichtbaar was, maar in de steden des te meer. Van dat gekwetste nationale gevoel nu werd het Oranjehuis het symbool. Niet meteen. Op het bericht "De koningin is naar Engeland" was de eerste gevoelsreactie van veel mensen, en de koningin had het voorzien, dat had ze niet mogen doen. Ze had ons niet in de steek mogen laten. Maar de tweede reactie was: het is goed dat de regering in Londen zit. Nederland is bezet, maar het koninkrijk vecht door. En wie aan dat koninkrijk dacht, dacht aan Oranje. Op de eerste verjaardag van een lid van de koninklijke familie in ballingschap, die van prins Bernhard, 29 juni, trokken velen naar het paleis Noordeinde in Den Haag om daar het felicitatieregister te tekenen dat de hofmaarschalk er had neergelegd. Ook generaal Winkelman kwam het tekenen en hij werd luid toegejuicht. Er werden in Den Haag bloemen gelegd bij het standbeeld van Willem de Zwijger, als ook bij dat van koningin moeder Emma, de moeder van koningin Wilhelmina. En op het Emmaplein in Amsterdam-Zuid ging het niet anders toe. Anjerdag kwam voor de Duitsers, ook voor Hitler, als een volslagen verrassing. De chef van de SD, de Duitse politieke politie, werd vervangen. Generaal Winkelman weggevoerd in krijgsgevangenschap. De burgemeester van Den Haag ontslagen. Zo werd, toen men eenmaal uit de verdoving van de militaire nederlaag was ontwaakt, de algemene stemming in het land anti-Duits. Maar er is een grote afstand tussen een anti-Duitse stemming en anti-Duitse actie. In hun gedragingen pasten, zoals altijd en overal, de meeste mensen zich aan. Ze ontweken moeilijkheden. In juli, na Anjerdag dus, werd van alle beroepsmilitairen gevergd dat ze schriftelijk zouden verklaren, de officieren op hun erewoord, dat ze zich voortaan van anti-Duitse acties zouden onthouden. Met de mededeling erbij dat ze, als ze dat weigerden, naar een krijgsgevangenkamp in Duitsland zouden worden overgebracht. Er waren toen onder de bijna 14.000 beroepsofficieren, onderofficieren en minderen van de marine en van het Nederlandse leger, ze moesten zich allemaal melden in uniform, maar 16, onder wie 5 generaals, die het afleggen van die verklaring weigerden. De voormannen van de democratische politieke partijen stelden zich weerbaarder op, zij het met verschillen. Weerbaarder in die zin dat ze, zoals bleek, de onafhankelijkheid en het Oranjehuis duidelijk wilde noemen. Impulsen tot verzet gingen in eigen kring vooral uit van Vorink, die toen al onderdook, en van de voorzitter van de Liberale Staatspartij, de Leidse hoogleraar Telders. Hij werd eind 40 gearresteerd en zou kort voor de bevrijding sterven in een Duits concentratiekamp. Tekenend was verder dat de antirevolutionaire partij haar aanhang enorm wist uit te breiden. Er was in die partij eerst verwarring gewekt, doordat haar bekendste voorman, oud-minister-president Colijn, in juli een brochure had gepubliceerd waarin ook hij had gesteld dat Duitsland niet meer kon worden verslagen. Maar Colijn was spoedig gaan inzien dat hij zich had vergist en ging met anderen het land doortrekken om op te roepen tot trouw aan de beginselen. Van mei 40 tot mei 41 steeg het ledental van de ARP van 80.000 tot 250.000. Twee partijen waren er evenwel beide gewend aan clandestine actie die in de zomer van 40
wezenlijk verder gingen. Zij gingen over tot een heropbouw voor illegaal werk. De CPN, we komen op haar en op haar illegale blad De Waarheid terug in verband met de februaristaking. En de kleine revolutionair socialistische arbeiderspartij, de RSAP, van de partij van de oude revolutionair Henk Sneevliet. Hij is in 1942 door de bezetter gefusilleerd. Uit zijn kring kwam een van de vroegste illegale bladen voort. Het MLL-bulletin. Bulletin van het Marx-Lenin-Luxemburg-front. Achter de overige eerste illegale bladen stond geen partij. Er waren de berichten van de Geuzenactie. Eerst met de hand geschreven, maar spoedig getypt. En allemaal het werk van de strijdvaardige Bernard IJzeldraad. Een kunstnijverheidsleraar die in de buurt van Rotterdam een illegale groep vormde, de Geuzen. In Amsterdam ging de socialistische journalist Frans Goedhart een gestenseld blad uitgeven. De nieuwsbrief van Pieter het Hoen. Waarin hij van meet af aan het aanpassingsbeleid van de autoriteiten, van pers en radio en van de Nederlandse Unie, fel bestreed. Begin 1941 ontwikkelde zich hieruit een van de meest gelezen illegale bladen. Het eerste nummer van Vrij Nederland, toen uitgegeven door antirevolutionaire jongeren uit Amsterdam, verscheen op de 60ste verjaardag van koningin Wilhelmina, 31 augustus 1940. Oplaag 130 exemplaren. 1001 stond er alleen maar om de Duitsers te misleiden. En met dezelfde bedoeling werd als nummer 3 nummer 1 aangeduid van Bulletin. Een illegaal nieuwsblad, het werk van twee broers uit Maartensdijk bij Utrecht. J.L. en M.G. Fouten. Na ongeveer een 3 weken grote moeilijkheden, inkt die niet dun genoeg was, stencilmachine die kapot ging, schrijfmachine die... het was eigenlijk wij waren een troepje amateurs bij elkaar die dachten, dit moet gebeuren. En zo rolde op 17 juni eigenlijk de eerste bulletin van die stencilmachine daar ergens in een donkere kamer in Maartensdijk eruit met een 400, 500 nummers en we noemden het direct nummer 3. We tikten adressen op de enveloppen, we kochten postzegels en we namen ze mee in een pak op de fiets naar Hilversum. Daar pakten we een treinkaartje naar Amsterdam. Amsterdam werden ze gebust, we gingen terug naar Hilversum en uit de tijdelijk in bewaring gegeven bagage haalden we uit de koffer. Het volgende pak stapten we op de trein, gingen naar Arnhem, van Arnhem naar Groningen. En zo werden op de verschillende punten in Nederland, 24 uur nadat wij het bulletin gedraaid hadden, werden ze gebust. Ondertussen verzamelde je dan weer een pak stencilpapier. Want het was niet makkelijk om zomaar je stencilpapier te kopen in een winkel, omdat eigenlijk iedereen stond onder verdenking. En al was het misschien die verdenking niet werkelijkheid, je voelde toch dat er ergens een foute man zou kunnen zijn die zei van, ha, waarom heeft die man stencilpapier nodig? Waarom heeft die man een stuk onderendeel nodig? Waarom heeft hij ineens 2000 postzegels nodig? En toen we zo eens de berekening opmaakten na het tweede of het derde nummer, was het ongeveer een 700 tot 800 gulden, zo'n nummer wat het ons kostte. Maar ja, goed, het was voor de goede zaak en zo gingen we door. En het was eigenlijk merkwaardig om te ontdekken dat als er een nummer gestuurd werd naar iemand die je zag die man toevallig eens later, als je hem toen kende, dan zei hij, ja, god, ik heb het alweer 10 keer overgetikt. Illegale bladen, trouwens alle vormen van anti-Duitse actie, waren het college van secretarissen-generaal bijzonder onwelkom. Die verstoorde minder de goede verhouding met de bezetter. Die wekte maar onrust. De Nederlandse politie kreeg instructies nauw met de Duitsers samen te werken. Die instructies gingen uit van de secretaris-generaal van Justitie en van Binnenlandse Zaken. En ze hielden onder meer in dat de politie alles wat ze merkte van anti-Duitse actie onmiddellijk moest doorgeven aan de SD, de Sicherheidsdienst. In Amsterdam vormde de procureur-generaal zelfs een aparte ploeg Rijksrechercheurs om de samenstellers en verspreiders van illegale bladen op te sporen en te arresteren. Die ploeg vond er niet één. Maar zulk een beleid hing duidelijk samen met de verwachting van vele autoriteiten dat Duitsland niet meer kon worden verslagen. De meeste gewone mensen dachten daar anders over. Toen men in ons land merkte dat Hitler van plan was in Engeland te landen, onder de Rijnaken werden op Nederlandse werven ontkopt, zoals dat heette, en daarmee gingen de Duitsers oefenen aan het strand, gingen, gegeven ook het feit dat de Duitsers in tegenstelling tot Nederlanders helemaal niet vertrouwd waren met de zee, tal van tekenende moppen eronder doen. Zo van die man die in een tabakswinkel om Engelse sigaretten vraagt. Er staat een Duitse soldaat bij en als de winkelier zegt, Engelse sigaretten zijn er niet meer,
zegt die soldaat, weer Richon niet brengen. Waarop de man zegt, dank u wel, ik heb ze liever droog. De Duitse SD stelde in die tijd al wekelijks een overzicht samen dat onder meer een beeld gaf van de publieke opinie. In het nummer van 23 september werd gerapporteerd dat toen begin september een deel van de kuststrook was ontruimd, de mensen zeiden dat dat was omdat ze niet de duizenden lijken van Duitsers mochten zien die waren komen aandrijven. Gezegd werd bovendien dat in het kanaal al 60.000 Duitse soldaten waren verdronken. Toen Hitler Frankrijk versloeg, nam hij aan dat Engeland het hoofd in de schoot zou leggen en bereid zou zijn tot een compromisvrede. Hij deed er een vaag aanbod voor dat hierop neerkwam. Laat mij de baas zijn in Europa en dan beloof ik dat ik jullie met rust zal laten. Dat aanbod werd geweigerd. Dus moest Hitler, de herfst naderde, gaan improviseren. Een landing in Engeland kon alleen worden gepoogd als eerst de Luftwaffe de heerschappij in de lucht veroverde boven het kanaal en boven Zuid-Engeland. Dat werd van midden augustus af geprobeerd. Telkens weer stegen de Duitse bommenwerpers op om, beschermd door jagers, de Engelse vliegvelden te vernielen en de jagers van de Royal Air Force uit te schakelen. In die historische Battle of Britain hadden de Engelsen twee grote voordelen. Zij beschikten toen al over radartoestellen, zodat ze de Duitse eskaders lang tevoren zagen aankomen. En ze hadden de geheime code van de Luftwaffe gebroken, zodat ze precies wisten waar en wanneer de Duitsers zouden opdagen. Ze konden dus van een centrale controleruimte uit hun eigen jagers, die niet zo talrijk waren, met grote efficiëntie op de Duitse toestellen afsturen. Het gevolg was dat de Luftwaffe de RAF er niet onder kreeg. Begin september trok Hitler daaruit de consequentie. De invasie van Engeland ging niet door. Maar nu werd Londen 's nachts doelwit van de Duitse bommenwerpers. ...13.000 Londenaren kwamen in die weken om het leven. Then the whole world, including the United States, including all that we have known and cared for, will sink into the abyss of a new dark age, made more sinister and perhaps more protracted by the lights of perverted science. En zo is het gegaan. Standhoudend in 1940 heeft Engeland de grondslag gelegd voor de nederlaag van Nazi-Duitsland. En daarmee in ons land de velen in het gelijk gesteld die, instinctief als het ware, in de zomer van 1940 vertrouwden dat Duitsland de oorlog zou verliezen.